like a Hellcat. We zijn bij het Rotterdam Design College. Ik zit hier naast Sarita. Sarita, kan je vertellen wat je zelf voor les geeft hier? Ja, ik werk nu 5 jaar op het Rotterdam Design College en ik geef zorg en welzijn, met name aan de ISK-afdeling. Kan je uitleggen wat het is, ISK? Ja, ISK staat voor internationale schakelklassen. Nou, kan je voorstellen dat ik dan leerlingen lesgeef die hier net komen wonen. Zij volgen 2 jaar onderwijs op in een internationale schakelklas en stromen dan door of naar het mbo of naar het vmbo. Wat ik nu wil doen is voor het volgende schooljaar de tools die ik heb geleerd, wil ik inpassen in mijn lessen en ook een studiemiddag organiseren voor mijn collega's, zodat zij ook een beetje met de digitale didactiek aan de slag kunnen. Dus je gaat ook een beetje met de docenten aan de slag? Je gaat zij hun ook een beetje bijbrengen wat jij geleerd hebt? Ja, zeker. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is, dat je als collega je collega's helpt om ook wat efficiënter met je lessen om te gaan en het ook wat interessanter over te brengen. En ik denk dat ze daar wel behoefte aan hebben. Alleen qua tijdgebrek komt dat dan vaak niet echt naar voren. Dus met zo'n studiewerkmiddag moet dat wel goed komen. Nou, tijdens de cursus was het best fijn, omdat we gelijk aan de slag konden. Ik kende de tools kende ik al, alleen op dit gebied vernieuwen ze zo vaak en komt er zo snel weer iets nieuws bij, wat ik dan eigenlijk dan nog niet wist. Dus qua vaardigheden, ja, eigenlijk zijn het dus nieuwe tools die ik in kan zetten, waardoor ik wat makkelijker mijn les kan beginnen en wat makkelijker mijn les kan plannen. En waar ik ook leerlingen op een andere manier kan bevragen. Ik kan mijn lessen beter evalueren. Dus eigenlijk dat soort dingen. Dus heel concreet, wat gaat de leerling hiervan merken? Dat jij bijvoorbeeld deze cursus dan gevolgd hebt? Nou, ik denk dat mijn leerlingen volgend jaar zullen merken dat ze niet standaard les volgen in de zin van of uit een boekje en of alleen een filmpje, maar dat ze gelijk als ze binnenkomen zien van oké, ik zie hier nu een smartboard wat open staat. Ze zien precies van er wordt een timer ingezet. Misschien gaan we vandaag weer een spelletje doen of ze zullen ook heel duidelijk zien wat mijn lesdoelen zijn. Dat kan ik allemaal heel mooi presenteren nu voor ze. Ja, ik ben enthousiast, ik ben blij. Ik ga het zien volgend schooljaar. Dus ik hoop dat ik dan ook wel weer een keer kan komen vertellen hoe het gaat. Zodat misschien ook andere scholen denken van hey, wat fijn of wat gaaf of zo kan het ook. Want in principe kan iedereen het. Maar je moet het net even weten, je moet net even de tijd hebben en dan komt het goed.